Gemeente, we openen Gods woord in Handelingen 8 vanaf vers 26 tot 40. De Filippus en de Kamerheer. Een hele bekende geschiedenis waar het ook vandaag over zal gaan en ook vanavond in de preekbespreking. Er is ook een prachtig schilderij van Rembrandt van. Dat zal ik vanavond ook meebrengen bij de preekbespreking. Geen origineel natuurlijk, dat begrijpt u, maar een reproductie daarvan. Een schilderij van Rembrandt. En dan kunt u dat eens zien hoe dat allemaal gegaan is. De doop van de Kamerheer. En dat schilderij, dat is als het ware een preek op zich. Een echte schilder kan ook preken met de penseel, toch? En een organist kan preken op de orgelbank. We gaan lezen Handelingen 8 vanaf vers 26 tot 40. Een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die woest, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, dat is een woord dat betekent eigenlijk koningin, het woord farao. En in Ethiopië het woord Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Hij keerde terug, hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde naartoe, hoorde het profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. Als een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, ik smeek u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een zeker water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Toen ze in het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg, en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. Terwijl hij doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord horen en dat in het hart bewaren. Amen. De tekst voor de preekgemeente, twee versen met oog op de winterwerk ook wat gaat beginnen, heb ik dan gekozen. Vers 30b en 31a, twee vragen. Namelijk de vraag van de prediker, de vraag van Filippus en ook de wedervraag van de kamerling. Namelijk deze twee versen, 30b... En hij zei dus Filippus tot de kamerheer: begrijpt u ook wat u leest? Betere vertaling nog: verstaat u ook wat u leest? Versta je het met je hart? En de wedervraag van de kamerheer is, vers 31a, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? Thema: leer mij lezen. Hoofdletter M, dat zegt de Bijbel. Leer mij lezen. Maar ook een kleine m. U mag het zelf ook zeggen. Leer mij lezen. Dat is het thema. De Bijbel zegt: leer mij lezen. En wij zeggen erachteraan met een kleine m: leer mij lezen. Twee vragen dus. Een gewaagde vraag van Filippus en een eerlijk antwoord van de kamerheer. Een gewaagde vraag
En een ootmoedige, eerlijke wedervraag. Hoe zou ik kunnen als niemand mij daarin onderwijst? We zullen zien dat het hele Oude Testament, gemeente, waar ook deze kamer hier mee bezig was, vol is van de komende Christus. En dat begreep hij nog niet. Daar had hij uitleg bij nodig. De rol des boeks, hij had de rol voor zich, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat is de Heere Jezus. Dan gaan we ook zingen uit Psalm 40, de versen 4 en 5. Maar eerst nog een aantal. Gemeente, al jaren geleden zat ik een keer in de trein op het Centraal Station in Utrecht. En ik zag op een ander spoor daar een vrouw in de trein zitten met een Bijbel voor zich. Die vrouw zat in de trein te lezen in de Bijbel. Dat zie je nou niet zo vaak, denk ik. Maar ik zag het toen wel. Opvallend. Ik dacht, deze vrouw die leest op reis, op de trein, tijdens de treinreis, uit de Bijbel. Nou, een betere tijdbesteding is er natuurlijk niet. Tijdens de treinreis lezen in je Bijbel, dat is toch prachtig? Een nuttige tijdsbesteding, gemeente. Op reis lezen het woord van God, lezen uit de Bijbel. Op je levensreis lezen uit het woord van God. De beste reisgids die er is, ligt nu voor u, hier in de kerk, op uw bank, voor u. Deze bekende geschiedenis, Handelingen 8, gaat ook over een man die op reis is. Deze man is op de terugreis. Hij is naar Jeruzalem geweest. Hij heeft vrijaf gekregen van zijn werkgeefster, de koningin, de Kandake van Ethiopië. En we zouden zeggen, hij heeft enkele weken vakantie opgenomen. Toch zeg ik dat niet goed. In de eerste plaats, er was toen geen vakantie, dat bestond niet. En in de tweede plaats, deze man is niet op vakantie geweest. Daar had hij blijkbaar ook niet zoveel behoefte aan wellicht, maar hij was gekomen in Jeruzalem om daar de Heere te aanbidden. Dat was het doel van zijn reis. Je zou kunnen denken, nou ja, dat mag natuurlijk, die oude stad Jeruzalem bezichtigen. En de onbekende cultuur wat verkennen, de cultuur wat proeven van die stad Jeruzalem. Allemaal natuurlijk heel interessant, dat zouden wij doen en dat mag allemaal. Maar het doel van de reis van deze man was niet inderdaad zozeer de cultuur, als wel de, niet de cultuur, maar de schriftuur. Daar ging het om. Hij was gekomen in Jeruzalem om aan te bidden, lezen we in vers 27. Diep in zijn hart, gemeente, zat een verlangen naar de God van Israël. Deze man hoort bij de zogenaamde Godvrezenden. Die kom je vaker tegen in het boek Handelingen, de phobumenoi in het Grieks. Dat betekent mensen die belangstelling hadden, op zijn minst belangstelling, zo niet dieper, een betrekking op de God van Israël. Deze mensen hebben gemerkt, de goden van het heidendom kunnen ons niet echt bevredigen. De ware vrede is alleen te vinden, de echte rust, bij de God van Israël. En waarschijnlijk via handelscontacten, was een minister van Financiën, is hij met Joden in aanraking gekomen en heeft hij de Joden horen spreken over de God van Israël. En het verlangen is in zijn hart gekomen om deze God ook te leren kennen. Een verlangen naar de God van Israël. Deze God is de ware God. Die wil ik aanbidden. Nou, het is toch prachtig als je daarvoor op reis gaat om God te aanbidden. Dat is toch een prachtig reisdoel. Een beter reisdoel kun je niet hebben. Ik ga op reis om God te aanbidden. In Jeruzalem heeft hij een rol kunnen kopen van Jesaja. Waarschijnlijk een oude rol die je zo openrolt. En boeken waren er nog niet. Het was zo'n rol die je openrolde. En dan kon je heel die rol van Jesaja zo afrollen, afwikkelen. De rol van Jesaja in de Griekse vertaling, de Septuaginta, heeft hij voor zich. De tekst geeft het ook aan. De Griekse vertaling heeft hij voor zich. De Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst. En hij zit aandachtig als minister in zijn lectuur verdiept op de reiswagen. Hij leest aandachtig in de woorden de Griekse vertaling van het Oude Testament. Met aandacht hard op. Leest hij in Jesaja. Hij kiest een stille, eenzame weg. Geen drukke weg. Maar een hele stille weg waar je weinig verkeer hebt.
Dan kun je goed concentreren. Als je nauwelijks iemand tegenkomt op de weg, ja, dan kun je wel concentreren. Het wordt natuurlijk voor hem gereden. Er zal wel een bestuurder bij geweest zijn. En hij zit daar in de stilte van zijn reiswagen, misschien de gordijnen wat dicht. Het is midden op de dag, het heetste van de dag. Zit daar deze man ongestoord, rustig in de rol van Jesaja verdiept. Hij schudt zijn hoofd. Ik begrijp het niet. En toch blijft hij lezen. Dat is wonderlijk. We zouden zeggen, dan stop je er toch mee. Als je er niks van snapt. Hij blijft lezen in de reiswagen. Hij keerde wederom, zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja, vers 28. En de Griekse werkwoordsvorm geeft aan een voortduur. Hij blijft maar lezen. De vinger erbij wellicht. Hardop. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Al twee leerpunten, jongeren, kinderen, jongelui, gemeente. Twee leerpunten al. Dat is ook een vraag vanavond. Kun je het vast onthouden. Dan heb je die vraag zo klaar, die ene vraag. Twee leerpunten al. Dat je voor bijbelezen stilte nodig hebt. Dus zoek de stille weg op. Geen drukke weg, maar een stille weg. En een stille weg. En hij leest hard op. Dat is heel goed. Deden oude mensen vroeger ook vaak. Vroeger gebeurde dat vaak. Dan kwam je ergens binnen en dan zag je iemand in de Bijbel lezen. Vaak een beetje lispelend, fluisterend, maar vaak hardop. Dan dringt de tekst wel beter tot je door natuurlijk. Dat is een oude methode die nog steeds aanbevolen kan worden. Zoek de stilte op. Doe je telefoon uit. Telefoon stilzetten. Stilte opzoeken. Trek je terug in de binnenkamer. Hard oplezend, trek je terug in de binnenkamer. Vroeger zeiden ze, eenzaam met God gemeenzaam. Dat is een prachtige uitdrukking, hè? Eenzaam met God gemeenzaam. De stilte opzoeken. Hard oplezen, fluisterend, lispelend. Denk de Bijbeltekst beter tot je door. Doe dat zittend. Je mag zittend lezen. Je gaat niet liggend lezen, dan val je bijna in slaap. Dat is niet eerbiedig. Als je bij de koning op bezoek gaat, ga je ook niet op de grond liggen. Of op de bank onderuitgezakt zitten. Dat past niet, dat is een onrespect, dat is geen respectvolle houding. Hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. En hij begreep het niet, maar hij gelooft wel. De God van Israël, die spreekt door deze woorden tot mij. Hij zoekt zaligheid voor zijn ziel, maar hij begrijpt het nog niet. Hij heeft een uitlegger nodig. En toch in zijn hart die honger en die dorst naar de levende God. Bij de dominee Tucker noemde dat voorbereidend werk. Las ik een preek destijds van dominee W.L. Tucker. Hij noemt dat al voorbereidend werk. Dat is waar. De geest was met die man al bezig. Anders was hij nooit naar Jeruzalem gegaan natuurlijk. Om God te aanbidden. Voorbereidend werk. De Heilige Geest is eigenlijk al gemeente met deze man bezig. De Heilige Geest wekt dat verlangen in zijn hart op naar de God van Israël. Het is de Geest die hem doet graven in de goudmijn van de woorden van Jesaja. Dan zal de Geest ook voor een uitlegger, een prediker zorgen. Op een wonderlijke wijze komt er een voorganger voorbij. Een voorganger die ook voorbijganger is. Maar die ene preek is gelijk. Raak. Hoeft er maar één te zijn. Filippus, evangelist in diaken. Dus in diaken mag ook de Bijbel uitleggen tussen twee haakjes. Dat is maar een eenvoudige diaken. Was nog niet eens ouderling. Filippus, een eenvoudige diaken, wordt gestuurd door de heren van Samaria. En de geest zegt tot hem, vers 29, met deze woorden tot Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Ik las in een preek van wijlen dominee D.A. van den Bos, een bekende predikant uit Den Haag, die in de oorlog in het kamp Amersfoort helaas omgekomen is, door de nazi's omgebracht. Dominee van den Bos schrijft in een preek, het was een bijzondere preekstoel, een reiswagen. Er was maar één kerkganger, de kamerling, maar het was toch een kerkdienst. Een bijzondere preekstoel, één kerkganger. Een gezegende dienst. Filippus komt door de Heilige Geest geleid naar de wagen toe, naar de reiswagen. Hoort daar die man hardop lezen.
De woorden van Jesaja 53. Hij hoort de Griekse woorden. Hij leest hardop. Het staat letterlijk in de Bijbel. In vers 30. En Filippus snelde daarnaartoe. Hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Dat is een belangrijk woord. Lezen. En hij zei. Dan komt dat woord lezen in het Grieks weer twee keer terug. Begrijpt u ook wat u leest? Je zou kunnen vertalen, doorziet u ook wat u voor u ziet. Dat is een mooie vertaling van dominee D.A. van den Bos. Hij heeft het zo vertaald. Doorziet u ook wat u voor u ziet. Die letters wel, al die woorden technisch gesproken. Maar doorziet u ook wat u voor u ziet aan letters. Dat is een prachtige vertaling. Doorziet u wat u voor u ziet. Nou ja, ik zie die letters wel. En ik lees die woorden wel. En ik kan wel Grieks lezen, maar ik begrijp er niks van. En een gewaagde vraag, gemeente. Doorziet u ook wat u voor u ziet? Inderdaad, een gewaagde vraag. Een vraag die getuigt de woordspeling ook. Doorziet u ook wat u voor u ziet? Een vraag die getuigt van de woordspeling. Getuigt van communicatie op een niveau. Maar een vraag die ook spreekt van vrijmoedigheid. Waar haalt die eenvoudige, die jakende de vrijmoedigheid vandaan om de minister te vragen, begrijpt u wat u leest? Dan vraag je toch niet aan een minister. Iemand die een goed verstand heeft. Je bent toch niet zomaar minister. Dan ga je toch niet vragen aan de minister, begrijpt u wel wat u leest? Zou een grote belediging kunnen zijn voor zo'n minister. Wat denkt u wel? Minister van Financiële Zaken. Maar Filippus die vraagt zich af of deze Afrikaan de woorden van Jesaja begrijpt. Hij leest inderdaad, hij leest die woorden wel. Hij leest ze zelfs hardop. Hij leest ze zelfs hardop inderdaad. Hij is er intens bij betrokken, maar dringt nou de werkelijke betekenis tot hem door. En wordt de diepste betekenis van de woorden van Jesaja nu wel duidelijk voor deze Afrikaan? Verstaat u ook, Duitse verstehen? Dat is een prachtige vertaling. Want verstaan is natuurlijk veel dieper dan begrijpen. Dat woord verstaan is nog een betere vertaling. In vers 30b, verstaat u ook wat u leest? Want begrijpen, dat kun je nog cognitief invullen. Maar verstaan is ook met je hart. Er zit meer diepte in. Verstehen. Verstaat u ook wat u leest? Ja, dat is een belangrijke vraag, gemeente. Een uiterst gewaagde vraag, vindt u niet? Waar haalt Filippus nou de vrijmoedigheid vandaan om deze vraag te stellen? Nou, die vrijmoedigheid krijgt hij van de Heilige Geest. En de Heilige Geest legt deze vraag op de lippen van Filippus. Zo wordt Filippus tong door de Heilige Geest gestuurd. Maar deze vraag, gemeente, wordt ook vanmorgen bij begin van het winterwerk, opening winterwerk, aan ons allemaal gesteld. Verstaat u ook wat u leest uit de Bijbel? Doorziet u wat u voor u ziet aan letters en woorden? Doorziet u het ook? Dat is de vraag. Ook aan ons. Ik ga ervan uit dat we allemaal regelmatig uit de Bijbel lezen. Jongelui, jullie krijgen vaak een Bijbeltje van de zondagsschool als je van de zondagsschool afgaat. En dan hoop ik dat je elke avond voor je slapen gaat en nog beter 's morgens vroeg. Maar in ieder geval dat Bijbeltje elke dag gebruikt. En dan is de belangrijke vraag, begrijp jij ook, versta jij ook wat jij leest? Want de Bijbeltekst die wil begrepen worden, nog dieper wil verstaan worden. Het is daarom een gedurige oefening, gemeente, om de Bijbel te lezen. Daarom was het thema van de preek, leer mij, hoofdletter M, dat zegt de Bijbel, leer mij lezen. Was ik er een Bijbel die ging praten? Ja, zogenaamd natuurlijk. Een gedicht in een kerkbode las ik ergens. Wat zegt dat gedicht niet uit mijn hoofd, maar komt hierop neer. Dat die Bijbel zei, ik word twee keer per jaar van de kast afgehaald, uit de kast gehaald. Dat is natuurlijk wel heel erg arm. Ja, met de kerst word ik opengeslagen bij Lucas 2. Dan gaat hij nog even open. Dat geeft wat sfeer aan het kerstdiner. En ik word elk jaar meegenomen in de reiskoffer op reis naar de Alpen, Zwitserland of Italië. Maar ik kom er meestal niet uit, zegt de Bijbel. Ik blijf in die reiskoffer zitten. Ik zit in het donker van die koffer. Ik word er nog niet eens uitgehaald. Men komt, ze komen er niet aan toe. Wat een armzalige vertoning, gemeente. Dat zegt die Bijbel. Ik word maar één keer per jaar, twee keer per jaar gebruikt. Maar in de vakantie blijf ik in de koffer zitten. Ze hebben er geen tijd voor. Ja, ze nemen er geen tijd voor. Dat is erg. De Bijbel zegt, leer mij lezen.
U leest mij wel. Nu gaat de Bijbel praten, gemeente. Dat begrijpt u natuurlijk figuurlijk. Nu gaat de Bijbel als het ware spreken. De Bijbel zegt, u leest mij wel. Velen van ons, ik hoop allemaal, zullen de Bijbel elke dag wel lezen. Dat is een goede protestantse traditie, want de Rooms-Katholieken vaak, die lezen nauwelijks in de Bijbel. Die zijn er wel. Maar dat is echt protestants, daar mogen we dankbaar voor zijn. De Bijbel thuis lezen. Toch? Maar de Bijbel zegt, u leest me wel, maar ik word vaak na het lezen gelijk weer dichtgeklapt. Of vlug op de boekenplank gezet, of in de kast. En ik hoor dan, we moeten snel weg, we hebben weinig tijd, we gaan weer over tot de orde van de dag. En ik vraag me af, zegt de Bijbel, of ze na zo'n vluchtige lezing mij wel begrepen hebben. Nee, zegt de Bijbel, ik weet het eigenlijk wel zeker. Ze hebben me helemaal niet begrepen. Integendeel, ze hebben wel gelezen, maar mij niet verstaan, niet begrepen. En daarom word ik weer vlug op de plank gezet. Daarom zegt de Bijbel, leer mij lezen. Dat heb je nodig om zalig te worden, gemeente. De Bijbel, zonder de Bijbel kun je niet zalig worden. Verstaat u ook wat u leest? Begrijpt u het ook, die belangrijke vraag, gemeente? Wij allemaal, verreweg de meesten, denk ik, hier in de kerk zijn met de Bijbel opgevoed. Een grote zegen. Je hebt de Bijbel gehoord vanaf je kindse jaren, toch? Maar verstaan we ook wat we lezen, gemeente? Het kan zijn, die ervaring hebt u ook wel, die heb ik ook, maar die hebt u ook, dat je soms een tekst al 20 keer hebt gelezen. En dan zeg je, staat dat er nou eigenlijk? Ik heb dat nooit gezien. En dan zie je het wel, dan ontdek je het. Staat dat er nu? Daarom de belangrijke vraag, kent u, zo kan ik het ook vertalen, die vraag, die gewaagde vraag van Filippus de Diaken gemeente in vers 30b. Begrijpt u ook wat u leest? Wij zullen inderdaad ook kunnen vertalen, deze vertaling ook. Kent u ook wat u herkent? Kent u ook wat u herkent? Die bekende woorden van zonde en genade, al die woorden die je hoort, zonde, genade en schuld en vergeving. U herkent al die woorden wel, maar kent u deze zaken ook? Het is terecht waar, wat wel eens gezegd wordt, het gaat niet om de woorden van de zaken, maar wel om de zaken van de woorden. Dringt de werkelijke betekenis van de Bijbelgemeente door in je hart? Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Je hebt een paar versen gelezen, 's morgens vroeg voor je naar je werk gaat. Misschien 5, 6 versen. Het hoeft er niet zoveel te zijn, want dan gaat dat langs je heen. Dat er nou 1 vers door het aandachtig lezen zo tot je doordringt, dat die tekst een paar uren later op je werk nog terugkomt in je gedachten. Dan heb je het goed gelezen. Dat is de bedoeling. Dat je met zo'n schriftwoord de dag ingaat, doorgaat en uitgaat. En als de vraag om bij de koffies morgens om 10 uur of zo, wat heb je nou voor morgen vroeg gelezen? Oh, ik zou het echt niet meer weten. Ja, dan hebt u dus niet echt gelezen. Begrijpt u? Het is allemaal niet zo moeilijk. Leer mij lezen, zegt de Bijbel. We hebben oefening genodigd, gemeente, om de Bijbelwoorden te verstaan. Of zegt u misschien, ik weet er nog zo weinig van, ik versta er nog zo weinig van. En dan kun je 2 dingen doen, op de oude voet voortgaan, een beetje gedachteloos lezen, vlug die Bijbel weer dichtklappen. Dan heb je er zo weinig aan, dan gaat de boodschap eigenlijk min of meer langs je heen. Deze houding wordt u ten zeerste afgeraden om de Bijbel passief te lezen. Nou, ik heb het weer gedaan, ik heb mijn plicht weer gedaan. En voor je het weet ben je het helemaal kwijt, dan heb je er weinig aan gehad. Dat vindt de duivel natuurlijk prima als je de Bijbel zo vlug even leest, vlug. Vluchtig en luchtig vindt de duivel prima, dan heeft hij geen last van je. Dat is een gevaarlijke route, gemeente. Vervoeg u met uw onkunde bij de levende God. Want deze kamerling kan niet zonder de God van Israël leven. Hij heeft behoefte aan uitleg. En daarom als wij de Heer, net zoals die kamerheer, gaan zoeken, dan ga je altijd graag in de Bijbel lezen. Daar kun je nou ieder kind van God, iedere gelovige aan herkennen. Als de Heilige Geest in je leven komt, dan krijg je altijd behoefte om dat woord te lezen. En dat woord te onderzoeken. Daar herken je nou iedere ware gelovige aan. Dat kan niet anders. Dan krijg je het woord lief. Je krijgt God lief. Je krijgt zijn dag lief. Je krijgt zijn woord lief. En dan ligt de Bijbel binnen handbereik. Het is nog steeds ons gebed.
Ook al mag je al 30 jaar op de smalle weg lopen, nog steeds je gebed. Leid mij in uw waarheid. Je komt er steeds weer nieuwe dingen tegen. Je raakt er nooit in uitgestudeerd. Da Costa zei het al. Hoe meer je in me leest, zegt de Bijbel, hoe meer je in me vindt. Een schat. De opening van uw woorden zal gelijk een licht het donker opdoen klaren. Op deze indringende vraag komt een oprechte, een eerlijke wedervraag. Nu zegt gemeente de Kamerheer, dan komt bij het tweede, namelijk bij vers 31a, komen bij het antwoord in de vorm van een vraag. Begrijpt u ook wat u leest? Doorziet u ook wat u voor u ziet? Hoe zou ik dat toch kunnen als wij, hoe zou ik dat toch kunnen als niemand mij de weg wijst, zegt deze Kamerheer. We horen in deze vraag, deze wedervraag, een teken, een erkenning van onkunde en ook een stil verlangen naar nadere uitleg. Ik heb onderwijs nodig. Ik begrijp het niet. Deze minister die beleidt zijn onkunde. Ik begrijp het niet wat ik lees. Ik lees de woorden wel. Maar waar gaat het eigenlijk over? En wie is dat lam? Is dat de profeet of iemand anders? Ik begrijp er niks van. En toch ik ben. Dat is een belangrijke zin. Dat zou die Kamerheer gezegd kunnen hebben, gemeente. Ik ben door het woord gegrepen, al heb ik het nog niet begrepen. Kijk, dat is heel belangrijk, hè? Ik ben door het woord gegrepen, al heb ik het nog niet begrepen. Dan kun je er niet van loskomen. Als het nou geen echt geloof was, zou hij zeggen, nou ja, ik stop ermee. Wat heeft het voor zin om te blijven lezen? Ik snap er toch niks van. Maar het echte geloof, dat blijft doorlezen. Ik ben gegrepen door de geest. Al heb ik het woord nog niet begrepen. Verzoek om uitleg. Ik heb een uitlegger nodig. Iemand die mij de schriften uitlegt. Dat het betekenis van de woorden gaan verstaan. En kan doordringen tot de diepste betekenis. De werkelijke betekenis van die oude woorden van Jesaja. Woorden van 700 jaar voor Christus. Over een lam, over een schaap dat geslacht zou worden. Ik begrijp het niet. Leer mij, Kamerheer, al ben ik dan minister van Financiën. Financiën, een hoge positie. Een minister van Financiën. Maar hij zegt het toch. Leer mij lezen. Ik kan het niet. En nu wij vanmorgen, gemeente. Wij zijn niet gelijk aan die Kamerheer. Want we hebben de Bijbel al jaren in huis. We hebben al vele preken gehoord. Honderden preken gehoord wellicht. En al zo vaak heeft de Heer door de mond van zijn dienaar u het woord laten verkondigen. Wat is het heerlijk als dat onderwijs vanaf de kansel en door de week uw hart heeft geraakt. Dat u de betekenis van de woorden ging verstaan. En toch steeds dat gebed weer. Ook al zouden we al 30 jaar in de Bijbel studeren, steeds weer dat gebed. Leer mij lezen. Ik weet er nog zo weinig van. Er was een keer een dominee, die was al 70 jaar, dat heb ik wel eens gehoord, dominee W.L. Tucker. En toen zei hij, er zijn nog hele stukken in de Bijbel waar ik nog nooit over gepreekt heb. Daar ben ik nog nooit uit, ben ik nog nooit geweest. Het blijft maar stukwerk. Je vindt er altijd weer nieuwe dingen in terug. En steeds het gebed, leer mij lezen in de Bijbel. Je kunt zo gedachteloos lezen of je zo moeilijk kunnen concentreren. En u zegt, ik kan die knop in mijn hoofd zo moeilijk omzetten. Mijn gedachten vliegen tijdens het Bijbellezen vaak allerlei kanten op. En toch weet ik dat de Bijbel onmisbaar is om zalig te worden. En daarom mag het uw gebed ook vanmorgen zijn. Heren, leer mij inderdaad ook vandaag met het komende winterwerk. Leer mij lezen. De Kamerheer gemeente had iemand dus nodig die de schriften ging uitleggen. Iemand die letterlijk naast hem kwam zitten. Hij kwam op de reiswagen. Hij kwam naast hem zitten. Denk aan dat prachtige beeld van dominee van den Bos. Een bijzondere preekstoel, een reiswagen. Één kerkganger, de Kamerheer. Maar de Heilige Geest was erbij. En de kameling heeft de prediking van Filippus, de eenvoudige diaken, ingedronken als levend water voor zijn dorstige hart. Hij kreeg een uitlegger door de Heilige Geest gestuurd. Ga heen, de weg naar het zuiden, en voeg u bij deze wagen. En Filippus kan juist daar aanhaken waar die kameling gebleven was. Hij zat te lezen, gemeente, in Jesaja 53. Dat is een prachtig hoofdstuk, hè? Weten de kinderen toch wel? Jesaja 53.
Dat zou je bijna uit je hoofd moeten leren. Ik heb een keer een vrouw ontmoet, die was bijna 100 jaar. En die kon het nog letterlijk helemaal uit haar hoofd opzeggen. Jesaja 53, 100 jaar. Dat is wat. Zo'n belangrijk hoofdstuk, dan ben je bij de kern van de Bijbel. Jesaja 53. Een lam, dat geslacht wordt, een schaap, stom, stil, voor het aangezicht van zijn scheerders. De moorman die schudt zijn hoofd, de kameling. Wie is dat dan toch? Ik begrijp het niet. Dan komt de belangrijke vraag in vers 34. Ik smeek u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf? Is dat Jesaja misschien? Is hij dat lam? Of over iemand anders? Ja, iemand anders. Maar hij weet nog niet wie. En dan komt de kerngemeente. Filippus vers 35 deed zijn mond open. Uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Daar gaat het om. Dat moet de kern van elke preek zijn. Jezus. Jezus alleen en anders geen. Nou, ik denk gemeente, laat ik het maar eenvoudig zeggen, dat het makkelijk preken geweest is voor Filippus. Dat is makkelijk preken geweest. Want die man die zat erop te wachten. En die heeft de woorden van de preek ingedronken als levend water. Hij kon het woord kwijt. En dan gaat het vanzelf. Door de Heilige Geest. En nu begrijpt hij het. De vrede voor mijn hart kan ik alleen vinden bij het lam. En dat lam is Jezus die zijn bloed gaf, ook voor mijn zonden. Het geloof breekt door in zijn hart. Jezus is gestorven en opgestaan, ook voor mij. Bij hem is het heil. Bij hem is de zaligheid. En bij niemand anders. En de Heilige Geest verbindt zich aan die prediking van de eenvoudige diaken, Filippus gemeente. En dat de moorman, voordat hij het weet, raakt hij zijn hart kwijt aan de Heer Jezus. Dat kun je niet beredeneren van zo zal het gaan en zo moet het gaan. Sommige mensen maken daar een soort systeem van, maar dat gebeurt je, dat overkomt je. Voor je het weet, raak je hart aan de Heer Jezus kwijt. En hoe precies gegaan is, ik weet het niet. Ik hoef het ook niet te weten. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Dat doet hij op zijn eigen manier. Bij de een zus, bij de ander zo. Maar hij brengt ze allen bij Jezus. Daar gaat het om. Hij brengt ze allen bij Christus. Hij verkondigde hem Jezus. En voordat hij het weet, ligt hij in de armen van de heiland. En heeft deze zwarte man, de Afrikaan, zich zalig geluisterd. En dan komt straks die heerlijke belijdenis. Je mag gedoopt worden, als je echt gelooft. En dan belijdt hij, de bekende belijdenis, vers 37, zou een preek apart zijn, daar ga ik nu aan voorbij. Hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat zegt deze Afrikaan. Dus twee haakjes gemeente, is historisch aan te tonen, dat uit deze oude doopbelijdenis de 12 artikelen daaruit gegroeid zijn. Die zijn eromheen gegroeid. Dit is de kern van de 12 artikelen, historisch gezien. Wist u dat? De belijdenis van de Kamerheer. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. De kern van de 12 artikelen is dus een oude doopbelijdenis. Uit de vroege kerk. Handelingen 8. Goed onthouden. Daar ligt het begin van de 12 artikelen. De Afrikaangemeente, de eerste Afrikaan wordt christen. De woorden worden vervuld van Jesaja. Ethiopië, Moreland zal de handen naar God uitstrekken. En u begrijpt deze Afrikaan ook Psalm 40. De rol des boeks van Jesaja is met Christus naam vervuld. Luther had toch gelijk, was Christum treibet in het Oude Testament. Het gaat om wat Christus, dat hij daar in de kern van de zaak, dat hij daarin zit. Het Oude Testament, zegt Luther, gaat zwanger van Christus. De komende Christus. En hij verkondigde hem Jezus. Daar mag je elke preek aan toetsen, gemeente. Er was een keer een dominee, die preekte heel weinig over Jezus. Dat is niet best natuurlijk. Hij kwam niet vaak aan bod. Heel weinig. Er waren een paar gemeenteleden, die waren een beetje ondeugend. Maar ze hebben het wel goed gedaan, denk ik. Ze hebben een briefje tussen de kansenbijbel gestopt. En daar hadden ze opgeschreven, wij wensten wel Jezus te zien. Nou, dat was wel heel een pittige opmerking natuurlijk. Of hij het begrepen heeft, weet ik niet. Maar het zal je maar gezegd worden.
Wij wensten wel Jezus te zien, want die hoorden ze nauwelijks. Nou, Filippus, de kern van zijn preek, hij verkondigde hem Jezus. En nu wij, gemeente, de belangrijke vraag, verstaat u ook wat u leest? Of die andere vertaling, doorziet u ook wat u voor u ziet aan letters en woorden? Misschien zegt u, ja, al die woorden, kruis, geloof, bekering, opstanding, wedergeboorte, al die woorden ken ik wel. Maar u zegt, ja, eigenlijk gaan al die bekende Bijbelwoorden, die rollen vaak over me heen. Ik hoor ze elke dominee wel zeggen. Geloof, bekering, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging. Allemaal hele belangrijke Bijbelwoorden. Maar u zegt, hoe zou ik het kunnen verstaan als iemand mij niet onderwijst? Nou, daar is de catechese natuurlijk dan ook voor. De prediking op zondag, catechisatie jongelui, de Bijbelkring, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging. En steeds is er bij al dat verenigingswerk, leer mij lezen. Oefen in het Bijbellezen. Want door het Bijbellezen kun je je zalig lezen. Dat is nodig om zalig te worden. Dus heel belangrijk, Bijbel leren lezen, gemeente. Doorziet u ook wat u voor u ziet. Hoe zou ik kunnen verstaan als niemand mij onderwijst? En dan zijn er, jongelui, gemeente, ook 3 korte vraagjes bij het Bijbellezen. Die geef ik maar kort door. 3 korte vraagjes bij het Bijbellezen. Eenvoudige vragen. Zou u ze even op moeten schrijven? Ik heb het er ook bij gezet, meen ik, bij de preekbespreking. Kunt u het nog eens nakijken. De eerste vraag bij het Bijbellezen is, dat is een eenvoudige oefening, wat staat er? Begrijp ik de woorden? Of zijn er misschien woorden die ik helemaal niet begrijp? Dus gewoon puur technisch lezen. Wat staat er? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, wat staat er? Gaat steeds een ander woordje onderstrepen. Hè? Eerst, wat staat er? Puur technisch. Dan, wat staat er? Wat betekent het? En de derde vraag, dat is de belangrijkste. Wat staat er voor mij? Op jezelf toepassen. Dat zijn 3 eenvoudige vragen van de godsdienstles van de 3-star van vroeger. Maar ik denk dat ze nog heel actueel zijn. Toch? Wat staat er? Wat staat er? En wat staat er voor mij? Een goede regel, gemeente, bij persoonlijke Bijbellezen. Als je de Bijbel leest aan tafel, neem er eens een korte verklaring bij, een korte uitleg waar het wat duidelijker wordt. Lees maar een korte opmerking, een kanttekening of een korte uitleg erbij, waardoor een tekst al duidelijker wordt en je met zo'n tekst ook de dag kunt ingaan. Maar als je er niks van begrijpt, dan heb je er ook weinig aan gehad. Je moet het ook verstaan, begrijpen. Dan kun je een korte verklaring bij nemen. Er zijn er genoeg. Er is zoveel Bijbelstudiemateriaal beschikbaar. Maak er gebruik van. Boeken waarin de Bijbelteksten worden uitgelegd. En bovenal, gemeente, de prediking, dat bovenaan, elke zondag, de uitleg en de toepassing van een schriftgedeelte. Elke zondag de verkondiging van het evangelie. En daarom moeten wij in gedachten houden, zeg ik al fijn bij dit gedeelte, een kort citaat, dat, gemeente, de Heere hier de engelen voorbij gaat. Hij stuurt geen engel om te preken, maar hij stuurt Filippus om te preken. Dat is voorzeker geen gewone aanbeveling van de uitwendige predikdienst, zegt Calvijn. Dat terwijl de engelen moeten zwijgen, de stem van God tot onze zaligheid door de mond van mensen klinkt. Geen engel kon preken, maar Filippus kon preken. Geen engel, door de mond van mensen. Zo werkt de Heer. Daarom, gemeente, we zijn zo zeer bevoorrecht dat wij elke zondag de prediking mogen hebben. En door de week straks het verenigingswerk. Kies er één uit, je kunt niet alles bijwonen, je hoeft niet elke avond er maar een nata te zitten. Maar kies er wel één uit, de Bijbelkring of een gesprekskring of wat dan ook. Kies er één uit waardoor je gevoed wordt en getraind wordt in de schriften. Wat is het rijk? We hebben dus dat woord nodig en steeds stuurt weer de Heere zijn dienaren uit om ons nader te onderwijzen. En hij geeft ons zoveel mogelijkheden. Op zondag de prediking, de catechese, kringwerk, om de woorden van de schriften te verstaan. Leer mij lezen. Maak gebruik van die vele hulpmiddelen die de Heere geeft om de inhoud van de Bijbel te begrijpen. Denk aan de woorden van de Heere Jezus. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Gemeente, deze schatbewaarder, de minister uit Ethiopië, hij gaat met de grootste schat naar huis.
Hij was schatbewaarder, hebben we gelezen. In vers 27, niet waar? Die haar schatkist beheerde. Maar nu heeft deze schatbewaarder, deze zwarte, deze Afrikaan, de grootste schat gevonden. Namelijk woord van God, de parel van grote waarde. Deze ene preek was voor hem genoeg om zalig te worden. Hij reisde, vers 39b, hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Hij kon de prediker missen. Heeft die dominee, ja, Filippus heeft hij maar één keer gezien. Eén preek, heeft hij later nooit meer gezien. Eén preek. Filippus werd weggenomen, ging naar Asdod, naar Caesarea. En die ene preek, hij was zijn dominee kwijt, hij was zijn uitlegger kwijt. Maar het woord van Jesaja ging mee. En dat woord, dat ging mee naar Afrika. Hij reisde zijn weg met blijdschap. En in dat woord van Jesaja ging de Heere Jezus zelf met deze Afrikaan gemeente mee. De Heilige Geest leerde hem dus, midden van de uitleg, de prediking van Filippus, heeft de Heilige Geest hem leren lezen. En is vandaag de Heilige Geest ook bezig, nu onder de prediking, om u en jou de Bijbel te leren lezen. Dat hij je verstand verlicht. En hij je hart opent voor het woord. Als de schatkamer van het woord open gaat, gemeente, dan val je van de ene verbazing in de andere. Staat dat er ook? En is dat de betekenis van de tekst? Dan vind je steeds weer nieuwe schatten in de Bijbel. Want de opening van uw woorden zal gewis, gelijk een licht het donker opdoen klaren. En als je zo de Bijbel biddend en met aandacht leest, dan worden die oude schriftwoorden weer nieuw. Zodat je zegt, ik heb nooit geweten dat dat er ook stond. En ik heb nooit geweten dat dat de betekenis van die tekst was. En dan mag je ze gaan verstaan met je hart. Omdat de Geest mij leert lezen. En zegt de Bijbel, het is een gedicht van Isaac da Costa. Een Messias belijdende Jood. Die als Jood de zaligheid vond in de Heere Jezus. En da Costa dichtte. En dan, zegt, dan voert hij de Bijbel sprekend in. Dan gaat de Bijbel weer spreken. En dan zegt de Bijbel, het gedicht van da Costa, hoe meer ge in me zoekt, zegt de Bijbel, hoe meer ge in me vindt. En hoe meer ge in me leest, hoe meer gij mij bemint. En zo zingen wij een lofzang. Op het woord Gods, wat openging op de weg naar Afrika. Wat vanmorgen openging onder de prediking. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Lof zij Christus, het vlees geworden woord. Amen.